Now welcome aboard this Boeing 737 with service to Oslo. Zo, we zijn in het winkelcentrum bij Centraal Station Oslo en net even gas gekocht. En nu gaan we even lekker, omdat we zoveel tijd hebben, lekker de stad in. Ik dacht dat ik in de bus zou kunnen slapen, maar dat is niet goed. Goedemorgen. Eerste nachtje geslapen. Dus gisteren met donkere tentje opgezet. En we gaan nu even kijken hoe het er in daglicht uitziet. Een Koens nieuwe tentje. En mijn vertrouwde jongen. Je moet inderdaad weer even helemaal in je routine komen. Ja, het is goed dat het nu op droog is. Ja. Easy peasy. Ja. Het is zo heet dat wel weer in tegenstelling tot alcohol. Het gaat er zeer van. Je ziet, je kan heel lang mee doen. En onze bestemming voor vandaag. Daar duiken we dus in. Erg benieuwd hoe het gaat zijn. Nou, het laatste stukje beschaving. Dan gaan we langzaam maar zeker, als het goed is, gaan we dan de trail op. En is het allemaal weer echt puur natuur. We zijn met een klim vanuit het dal naar boven toe bezig. En dus even om aan te geven hoe steil het is. Waar we omhoog moeten klimmen. Want we staan misschien 5 meter van elkaar af. En dit, is, en dit gaat een uur lang zo door. Als je geluk hebt. Als je geluk hebt. Als je snel genoeg zijn, ja. Ja. Thank you.
tweede dag, goedemorgen. Ik weet niet eens waar we zitten. Het heeft geen naam. Het heeft ongetwijfeld wel een naam, dat is niet waar. Beetje verderop, een metertje of 50, 75 hier vandaan, staat een aantal blokhutten. En het is een beetje de enige plek waar je een beetje droog kan kamperen, waar de grond gewoon stevig genoeg is. En vanmorgen een beetje geregend en vandaag zal het hier en daar nog wel meer miezeren. En we gaan straks even kijken hoe we precies gaan lopen, want we moeten ook wel slim onze route bepalen dat we ook er op tijd terug zijn. En waar we moeten zijn en dus gaan we vandaag doen. Waar gaan we naartoe vandaag, Koen? We gaan vandaag naar Skogadalsbrunn. Dat is een mooie hut, verderop. En dan hebben wij een wandeltochtje van, ik denk, ik schat, uurtje of 8. Oké. Okay. Denk ik, 8 uur. We zijn 11 uur begonnen met hiken, het is nu 2:30 geweest. Dus reken maar uit over dit stukje, 4,5 uur, hoe het terrein dan is. We moeten nog eventjes door, we zijn nog niet helemaal op de top. Reten zwaar, maar wel heel mooi, heel indrukwekkend. Fantastisch. Dus, fantastisch. Eigenlijk is er niet zo gek veel te zeggen. Nee, maar behalve dan dat we onderweg voor de vitamine C hebben gezorgd. Af en toe blauwbesjes eten, stik ervan, echt lekker. Ja. En een waanzinnig mooie omgeving. Weer een hele mooie klim gemaakt, best wel pittige. Ik denk dat het niet de laatste is. Maar elke dag wordt er sterker en knapper, scheelt ook. En minder pijn in je reet. En minder pijn in je hol. Of je kuit. Ja, gaat helemaal goed. Dat gaat helemaal goed. Dus we zijn erg in onze nopjes. En bedankt voor het kijken. Ciao. Want dat is een beetje de enige plaats waar je je tent kan pitchen. De rest was alleen maar te rotsrug, te veel moeras. Dus we hebben even gekeken. Koen heeft eens een klein stukje doorgelopen. Dit was toch maar de beste plek om het te doen. Het is vandaag donderdag en... de natste dag van de week, je kan het misschien horen. Ik klet het lekker op het tentje. Gisteravond hadden we al besloten dat we vandaag niet gaan hiken. Het is gewoon te nat, te gevaarlijk. En je wordt drijfnat. Het betekent wel dat we onze route een klein beetje moeten aanpassen. Om te zorgen dat we gewoon ons cirkeltje gaan halen. En op tijd zijn om de bus weer te halen. Vandaag gaan we wel kijken hoe we ons hier gaan vermaken.
Het is vrijdag vandaag, gelukkig een stuk droger dan gisteren. Het was echt baggerweer en zijn we de hut gebleven, zoals ik eerder vertelde. En vandaag gaan we richting Fonsbu. Nog 3 dagen in het verschiet, dus vrijdag, zaterdag, zondag. Vandaag zou redelijk droog blijven, of anders geformuleerd niet al te nat. En zaterdag wordt het weer baggerweer, als het goed is slechter dan gisteren. Maar ja, dan hebben we er gewoon maar mee te doen en we moeten doorlopen, want we moeten toch op tijd zijn. Maar we gaan het zien. Vandaag wordt een ander type terrein, meer valleiachtig. Het eerste stukje zal nog wel even zwaar zijn en daarna zou het, als het mee zit, toch iets gemakkelijker moeten gaan. Hier zijn we zojuist doorheen gekomen van halverwege de vallei vanaf de blokhut en zoals ik al zei gingen we vandaag de vallei in, dus we zijn nu boven de bomengrens gekomen en dan moeten we nu hier doorheen zien te komen en dat gaat nog even door. Kleine uitdaging, niet meer zorgen dat we niet op ons bek. Ik hoor je niet! Hey! Nou, dit stukje wordt steeds barrer. Nou, dat kun je wel zien ook. Even wat weg van de maanlandschap. Allemaal groene kosmos op de stenen. En spekglad. Dus is goed opletten waar we en hoe we lopen.
Zo. Het is inmiddels 9:45. Lange dag. Ontzettend lange dag. Ontzettend veel bolderwerk. We hebben lopen ploeteren en we hebben net onze tentjes opgezet nadat we toch wel even een stukje door moesten lopen om ergens een plekje te vinden om te kunnen kamperen. Maar het is uiteindelijk gelukt. Nu moeten we nog gaan koken. Dus daarna snelden we erin. Morgen wordt een buddag. Maar ja, wie weet valt het nog mee. En we gaan het wel weer zien. Hoort er allemaal bij. Maar dit was hem voorlopig voor vandaag. Nou, gisteren was een barre en natte dag, zoals voorspeld. We hebben eigenlijk praktisch geen droog moment gehad. En de gevolgen daarvan zijn wel te zien. Het eerste deel was zelfs een beetje listig. Schuine rotswanden, heel veel boulders waar we eerst overheen moesten. En daarna door een hele lange vallei met, het was alleen maar moeras zo'n beetje. Maar we hebben het eindpunt gehaald. Gevolg was wel dat alles drijfnat was. Ondanks onze mooie tekjes. We waren tot op het bot toe nat, zelfs de broek, je t-shirts, je sokken, die waren sowieso nat, want we stapten in natte laarzen. En gisteravond op tijd ons nest in, om te zorgen dat met dat beetje warme kleding die we nog hadden, dat we op temperatuur bleven. Want het was echt flippend koud. En vanmorgen op, zonnetje schijnt een beetje, ik hoop dat het over het algemeen droog blijft. Maar het wordt toch... gewoon weer een natte kleren aan, zodat we nog als we op bestemming aankomen toch nog droge kleren hebben. Er worden weer wat lessen geleerd. Van sommige dingen die je denkt dat ze waterdicht zijn, die zijn niet zo waterdicht als ze beloven dat ze zijn. Dus voor een volgende keer die je daar wel rekening mee te houden. Maar ja, we zien er gelukkig weer net zoals elke ochtend fris en fruitig uit. Dus daar mogen we niet over klagen. En zoals je ziet is alles behoorlijk nat. Overal kwelletjes om ons heen. Kijk, hier nat. Dat gaat maar door. Daar is het nat. Daar. Daar een heuse vijver. We zijn inmiddels weer aangekomen bij de afdaling naar beneden toe. En dat is onze bestemming daar. En dit keer het steile pad omlaag in plaats van omhoog. Maar net zo uitdagend. Dit heeft de contrast met toen wij weggingen, hoe vol de rivier zat en nu. En dan zie je wel heel duidelijk dat er aardig wat water bij is. Nou, gelukkig is het droog beneden in het dal. En kunnen we de boel lekker op laten drogen, want dat is wel hard nodig. En al die stinkende massa ermee, de bussen nemen ze ook niet alles, want ze rennen massaal die bus uit als we naar binnen komen. En echt die laarzen ook, jongen, dat stinkt als een bunzing. Gewoon 3 dagen lang met natte, kleffe poten in die laarzen. En dat is onbeschrijfelijk gewoon. Maar ja, fijn, het kan nu drogen.
sometimes the You mixed up with ride. Some drink, Tia Maria. I believe her husband, it was her husband, the guy with the dark hair. Yeah. Was the opposite. No, he was the guy that was lying awake to feed the baby. It was his turn, and that's why it looked like that. No, but she was really positive. Echo 20.